Ja, ik haak nog even aan met Wart Kennis van de CD&V. Dag meneer Kennis. Veel vragen over die nieuwe erkenningsvoorwaarden voor de gebedshuizen, waaronder de moskeeën. Vragen ook van u. Nu, ik heb de minister horen zeggen, de criteria die vandaag bestaan, die nodig zijn om zo'n erkenning te krijgen en dus ook subsidies te krijgen, die criteria die verdienen een update. Bent u het daarmee eens? Wel, we hadden al heel wat criteria, bijvoorbeeld over de inburgeringsplicht voor een imam, over het gebruik van het Nederlands, over de wetgeving die er in het decreet ligt op de financiering en hoe er daarmee moet omgegaan worden. Hoorde ik u zeggen, die update was niet nodig? Wel, het punt is van één, ik wil vooral zeggen dat er veel waren en dat die door meerdere instanties werden gecontroleerd. De gemeente deed daar hun rol, voor sommigen ook de provincies, het agentschap in ons bestuur. Dus daar was staatsveiligheid, hield dat ook mee in doog. Daar was ook al een verstrenging gebeurd door de minister van Justitie in zijn omzendbrief van september 2017. OCAT heb ik er ook horen zeggen. OCAT, ja, de dienst Vreemdelingenzaken. Dus zeggen dat er niks was en dat het allemaal maar slappe koffie was, dat klopt niet. Alleen was de vraag van, moet dat eens niet geëvalueerd worden en kan dat geactualiseerd worden en zo nodig verstrengd? En er is een studie gebeurd en daar zijn een aantal conclusies uit. En dat mocht wel, die update. Ja, ja. Wel, die was nodig. Wij waren akkoord om die studie te laten uitvoeren. Dat kan nooit kwaad, om na een aantal jaren is een keer de zaak grondig goed te bekijken. Die studie is nu gebeurd door professor Rick Torfs van de KU Leuven. Als men nu wil gebruikmaken van die criteria, horen we nu zeggen, ja, dan kan het wel eens gebeuren dat een gebedshuis, een moskee, maar het kan ook van een andere religie zijn. Zo. 5 jaar moet wachten en dan hoor ik u stijgeren. Dat is te lang. Wel, het is ook nu al het feit dat je toch al een aantal jaren moet werken en dat je moet bestaan. Je moet een ruimte hebben, je moet een geloofsgemeenschap hebben, je moet een bedienaar hebben om je erkenning te kunnen aanvragen. Het is niet zo dat er daar iemand neerstrijkt in een dorp en zegt, voilà, ik ga hier eens een mooi dossier maken. Want een van de eerste dingen die men gaat bekijken is daar een gemeenschap? Hoeveel mensen zijn daar? Ja. Is die geïntegreerd? Dus dat is niet iets abstract. Dus die voorbereidingsfase, die is er altijd al vele jaren. Dat is gewoon de praktijk ook vandaag. Ja, maar ik had ook begrepen dat u het moeilijk heeft met die wachttijd nu van 5 jaar. En wat de minister nu wil doen, is eigenlijk, een gemeenschap komt nooit uit de lucht vallen. Dus dat is al een geschiedenis van een aantal jaren. En wat zij nu voorstelt, is om te zeggen, je mocht uw dossier indienen, prima. En dan gaan we een periode laten lopen van 5 jaar, waarin dat je aan allerlei voorwaarden moet voldoen. En als je dan na 5 jaar nog aan al die voorwaarden voldoet, dan pas gaan we u erkennen. Ik vind het een rare manier van werken. U vindt dat er op het moment dat de aanvraag gedaan wordt en die 5 jaar begint te lopen, eigenlijk al een stukje financiering mag komen? Wel, ik vind vooral dat de regels moeten, de rechten en de plichten moeten spelen. En een van die rechten is bijvoorbeeld dat een erkende gemeenschap beroep kan doen op een bedienaar van een eredienst. Dat kan een pastoor, een imam, een rabbijn zijn of een orthodoxe priester. Een dominee. Die moet een loon krijgen. En die krijgt een loon, dat staat ook in onze grondwet. Ja. En wanneer en dat is maar als daar een gemeenschap is, als die zich houdt aan de rechten van de mens, als die een bepaalde structuur heeft, als daar duidelijkheid is rond die financiering, want anders kan dat ook niet gebeuren. Ja, maar goed, ik hoor de minister zeggen, nee, bewijs het eerst. Bewijs eerst je onafhankelijkheid gedurende een aantal jaren. En dan wordt je onafhankelijkheid. Zij wil niet dat men bewijst dat men goed werkt en dat men zich aan de regels houdt en dat men democratisch is enzovoort. Zij wil eigenlijk aantonen dat men financieel onafhankelijk is. Terwijl in de praktijk, ja, er gaat wel op een of andere manier iemand die bedienaar moeten betalen. Dat gaat om een wedde. Vreest u dat het tegenovergestelde zou kunnen gebeuren van wat men eigenlijk wil bereiken, namelijk die onafhankelijkheid van buitenlandse financierders uit Saoedi-Arabië, uit Turkije, daar gaat toevinden? Dat is juist waar we het over eens zijn, dat we dat niet willen. We willen geen salafistische of wahhabistische invloeden hier hebben. Wij willen niet dat er vanuit golfstaten hier moskeeën gefinancierd worden. Dus laat ze niet in die richting kijken door geld te financieren. Nee, nee. Dus als je eerst al die voorwaarden oplegt en je zegt, daar moet je aan voldoen om je proefperiode te laten starten, dan vind ik het ook logisch dat men een bedienaar die dan ook gescreend is, die moet ingeburgerd zijn, die onze taal moet spreken, dat men al die voorwaarden voldoet en dat men die dan laat starten. En dat je zegt, voilà, na 4 jaar of na 5 jaar of 3 jaar, dan gaan we eens kijken of dat je nu definitief kunt erkend worden. Ja. Dus de minister zegt, ja, maar dan is er geen incentive. Jawel, want anders dan wordt die proef niet verlengd en dan zet je erkenning kwijt. Heel kort nog, uw partij maakt deel uit van de huidige meerderheid. De CD&V is met andere woorden nodig om die plannen van de minister uit te voeren. Ja, als ik u bezig hoor, dan
komt het er niet van, hè? Wel, ik denk dat ik heb dat ook een paar keer gezegd vandaag. Er zijn heel veel zaken waar we het wel over eens zijn. Laat me vooral die zaken dus die uit het rapport komen en waar we het wel over eens zijn, namelijk meer transparante financiering, ook meer... Moet dat het parlement passeren of kan dat met een besluit? Daar zijn zaken die in het decreet zitten en daar zijn zaken die in een besluit kunnen. Goed, wat in het decreet komt, daar kan uw partij... een voet tussen de deur steken. Voilà, ja, en dat gaat een besluit ook. Wij willen dat die conclusies ook op een goede manier worden uitgevoerd, dat de verstrengingen die nodig zijn, dat die effectief gebeuren, ja. Dat daar geen tijd verloren wordt en dat de erkenningen die nu al jaren in de frigo zitten, dat men die met alle voorwaarden die eraan verbonden zijn, terug mogelijk maakt. Want anders stemt u het decreet niet mee. We zullen zien wat de minister voorlegt. Ik doe geen uitspraken over decreten die ik niet gezien heb en die nog moeten gemaakt worden. Goed, als er al bepaald wordt dat het toch een wachttijd van 5 jaar wordt, als ik u bezig hoor, dat gaat u toch nooit stemmen? Dat vind ik geen goede zaak. Daarmee ondergraaft men het systeem en eigenlijk ontmoedigt men mensen om in het systeem te stappen dat heel veel controlemechanismen juist bevat. Dus dat in de decreet gieten, no pas eraan. Dan zullen we zien wanneer er teksten zijn. Ik wil niet polariseren, ik wil oplossingen. Oké, bedankt voor dit gesprek, Bart Kennis. U beste kijker, bedankt om op ons af te stemmen. Hier zijn in de loop van de namiddag nog een aantal vragen gesteld. Die kan u zaterdag bekijken vanaf 6 uur 's avonds. Dag. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter. En bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.